Welkom bij de premium review van Sonic Frontiers, waar ik volledig niet voor ingenomen in ga. Tiers als in tranen? Houd toch op. Ga je, begin je nu al? Nee, ga maar door. Ik wilde, ik wilde dus even aankondigen dat ik, dat ik niet voor ingenomen ben. Ondanks dat ik natuurlijk echt een gigantische mega. Enorm omgekocht ben. Oh ja, ik wilde hier eigenlijk ook gaan zitten in mijn, in mijn Sega shirtje. Een Hawaii -shirtje, petje op. En shirtje. Ik heb vanochtend Sonic Cornflakes ontbeten, dus dat is. Uh... <laughs> Maar verder, echt, heb ik deze game. Wat leg je even uit? Volledig... Bent, uh, je bent een tijdje geleden bij uh, op trip geweest. Ja, ik denk dat de meeste mensen het ondertussen wel weten, maar ik ben inderdaad. Ik denk de meeste mensen nog niet, want de premium Vision staat nog niet online. Dat klopt. Ik ben, ik ben drie weken geleden uh, inderdaad naar Hawaï gevlogen om aan de slag te gaan met deze Sonic Frontiers. Wat is dat? Dat is de eerste open zone, noemen ze het. Dat je mag open zone, ja. Open zone, open zonen. Je mag absoluut geen open world uh, zeggen van de makers. Want? Want het zijn geen, het is geen open wereld, het, het zijn open zones. Mm. En waarom is dat? Het speelt zich af op eilanden. Maar je hebt wel voor het eerst echt gigantisch veel vrijheid met Sonic. Wat is er aan de hand? Sonic en zijn vriendjes zijn aan het vliegen op een vliegtuig in een PlayStation 2 cutscene. En uh, vervolgens uh, shit hits de fan en ze komen terecht in de cyberzone. De cyberzone. En je gelooft het niet, maar Dr. Eggman is ook in de cyberzone. En. Sonic die komt er op magische wijze uit. En vervolgens is het dus aan Sonic. Want we kijken hier denk ik naar d die eerste cutscene. Dit is, uh, dit is echt een PlayStation 5 cutscene, kan ik jullie vertellen, jongens. Ja. Dit is, uh... Nee goed, laten we. De, de graphics zijn inderdaad niet om over naar huis te schrijven, maar laten we dat even bewaren voor later. Um, dit is dus het verhaal, inderdaad. Uh, Sonic is als enige niet meer vast in een soort van limbo zitten ze, eigenlijk tussen de cyberzone en de echte wereld. En het is aan hem om ze te redden. En dat ga je doen eiland voor eiland. En zo waren er, zijn mij beloofd, vijf eilanden. En ja. dat is wel mijn eerste puntje van kritiek. Ik voel me, ondanks dat ik van iedereen bij SEGA hou, ik voel me een beetje genaaid. Met zo? mij vijf beloofde eilanden. En ik er naar drie eilanden achter kwam dat er eigenlijk maar drie eilanden zijn. <laughs> en het vierde eiland in twintig minuten is uit te spelen. En het vijfde eiland duidelijk gewoon een afgeknipt stuk is van het eerste eiland. Ja. Um, dat is een klein dingetje dat ik denk van, ja, oké, okay, er wordt overal geroepen, vijf eilanden. En ik dacht dus ook echt giga veel content wat er nog steeds is. Maar uh, het is dus niet nee, helemaal. Ja, ik kan er nog steeds niet over uit dat dit de next-gen fucking PlayStation is. Mag ik jou wat vragen? J J Jij bent jouw, jouw grootste. Uh, als als jouw, jouw, jouw ultimatum bij Sonic is Adventure 2, toch? Mm, nee, 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 nee. Uh, uh, 3D Sonic dan. Oh, voor, voor, voor de 3D Sonics. Ik, ik, denk, um, ik, ik denk dat Sonic Adventures 1 en 2 voor die tijd best wel oké okay waren. Um, het, het, het was niet zo baanbrekend als, als dat Mario 64 of iets dergelijks was. En, want, zo, zo, heel eerlijk, Sonic heeft dat redelijk losgelaten sinds ze uh, naar 3D zijn gegaan. Ja. Ik heb een uh, paar jaar geleden, pff, pff, ik weet nog heel goed. stond Sonic Mania op nummer 1 in mijn top 10. Was echt, uh, dat was een geweldige game. Ja. En deze, toen die voor het eerst. Ja, een soort van. Hij werd volgens mij niet eens echt aangekondigd. Volgens mij werd hij een beetje hij werd gewoon, of zo. Ja, een, volgens mij was het gewoon een demo die getoond was ergens en die online kwam te staan. Ja, en het, maar het voelde ook echt als een tech demo. Ja. Want het zag er ineens uit alsof, alsof iemand de meest basic versie van de Unreal Engine had gedownload met een, 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 een mapje vol basic assets en whatever. En daar een Sonic Manje in heeft gezet. En dan laten we maar gewoon het kaart rondrennen in deze wereld. En uh, dat was dan niet een hele goede introductie. Nee, dat werd ook niet, uh, niet echt in dank of nou, niemand vond het vet. Eigenlijk, iedereen vond het kut. Ja, ja, en, uh, bij jou is er eigenlijk niet zoveel veranderd. <laughs> nee, nee, dat, dat is niet helemaal waar. Dat, dat, dat is niet helemaal waar. Ik, uh, ik, ik vind het ook leuk om een beetje met ja te ouwe horen af en toe. Maar um, ja, heel eerlijk ik kan ik kan wel vast uh, op de zaak vooruit. dit is dit is absoluut niet de, de, de zonne game waar ik op heb zitten wachten. En um, nou, ik, dus wel, ja, dus wel is interessant. Ja, weet ik niet. Nee. <laughs> ik, ik, ik weet In ieder niet. geval, voor, ik dacht voor de discussie is het interessant. <laughs> maar sure. hij, hij viel aardig dood meteen, dus dat valt dan misschien wel mee. Ja, nou, voor, vooral, kijk. Um, ik, ik heb een clipje wat echt van de eerste paar minuten van de game is. En het heet Lelijk. En uh, zo heb ik hem genoemd, dat clipje. En ik denk dat het goed omschrijft. Mijn eerste kennismaking met deze game. We zagen daar bijvoorbeeld ook al die cutscene. Dit is oprecht, dit is PlayStation 5 footage van de game. In niet eens de performance mode. Dit is de quality mode. Mm -hmm. Dit is... Ja, dit is quality. Dit is een quality mode. Dit is de 4K30. Uh, <laughs> en ik weet niet, om een of andere reden ziet de regen eruit als, uh, als die uh, Grand Theft Auto Trilogy uh, Definitive Edition, uh, mm -hmm. waar dat een bug was. En ja, ik... Wat is dit? Het echt? is een hele lelijke game. Ja, maar. maar... why? Ja, nou, dat, 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 daarom wilde ik net al aan jou vragen aan Sonic Adventures 2. Ik heb, ik heb nooit echt begrepen waarom Sonic überhaupt in een soort van semi-realistische, echte wereld gezet moet worden. Die was daar toch niet echt bij Sonic ja, Adventures 2? Zelfs, er, er waren mensen en er, er waren gewoon normale, uitziende mensen. Sonic Adventure 1? 2 ook nog volgens mij. Nee. Want dan heb je namelijk in 1 was er volgens mij die orka die je achtervolgt. Ja? En in 2 was het door die stad met die truckers en die. die ja klopt, maar orders. daar lopen geen mensen. Nee, maar die de, zijn de, de, wel in het verhaal. Communiceer je volgens mij wel. Nee, Sonic de... Adventure 1 is dat. Oké, okay, nou goed. Maar heet het dan? Van de, mij... Die open stad, wat, dat, dat is ook een open ja. zoon. Als ik dat zo heel even mag noemen. Dat, 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 wat, ja, maar dat stoor ik me ook niet aan. Dat, dat is op een of andere reden. Sonic kan niet kiezen wat Sonic nu precies is. Dat, nee. we, dat zien we al in de 3D-games die fucking all over the place zijn. Dat zien we in de furry uh, seks die af en toe in de game wordt gestopt. Dat zien we in die gekke shit ook inderdaad waar ineens mensen compleet uh, ja. anders verweven zijn in de wereld van, uh, van Sonic. Dat was natuurlijk ook in Mario Odyssey heel even het geval. Maar ja, het, ja, daar ja, ja. Het, ja, het wordt altijd verklaard door verschillende dimensies. Maar ik vind het zeker namelijk omdat als je die cyberzone levels kijk, krijg, gaat kijken. En ik wil ja. zo even meer ingaan op hoe hoe die eilanden nou spelen hoor, maar als je die cyberzone levels kijkt namelijk, dan vind ik het en ik vind het jammer. Dat dit zijn die niet nu de cyberzone levels. Maar <laughs> dit, uh, de, dit, dit zijn de eiland levels. Dan zien die er namelijk prachtig uit. Ja, dat heb ik ook wel kritiek op, want het zijn wel echt, ik denk een stuk of drie, vier thema's die ze de hele tijd hergebruiken. Ja, dat dus zijn niet. Heel eerlijk, kijk, kijk bijvoorbeeld naar deze artstijl ja. en kijk bijvoorbeeld naar de artstijl van een cyberzone. Ik weet niet of we een cyberzone in beeld kunnen krijgen. Heb je heb je een, een ja, videoclip dat zit, met een titel? Zit er absoluut. Uh, er wordt gezocht, uh, hoor ik ondertussen. Maar, ehm. Um... Ja, de cyberzones die laten zien hoe Sonic er wel ook prachtig uit kan zien op de PlayStation 5. En tuurlijk zal het nog steeds niet de mooiste Hoeft het voor mij ook niet te zijn. Alleen nee, maar het hele... kom op man. Ik bedoel, het dit is geen argument om te zeggen het hoeft niet de mooiste game te zijn. Nee, goh. Niemand verwacht dat Sonic de mooiste game is. Maar, nee, oké. Okay, maar je, maar ik bedoel, bedo nee, die cyberzones levels vind ik er mooi uitzien. Ja, omdat ze dichtbij blijven bij wat ja. Sonic is. Want om heel, eer heel eerlijk te zijn, de, kijk, de, de, de open wereld... Is het het, ook het, niet. Nee, ja, oké, okay, sorry. Open zones. Fuck off. Ik, ik noem het lekker wat ik het wil noemen. De marketingafdeling heeft mij gevraagd in dat mailtje wat ze me achter de ogen hebben gestuurd. De marketingafdeling heeft mij niet uitgenodigd naar Hawaii. Dus ik ga gewoon lekker zeggen wat ik de fuck the fucking wil zeggen. Maar hoe heet het? Er is zo'n grote art style clash met de, de cyberzones en de open wereld. Want dit, ja. is, dit is nog steeds niet de cyberzone. Dus dit is de, dit is de open wereld. De cyberzones zijn. Precies zoals je die kent van Sonic Adventure 1, 2, Sonic. Ik weet even niet meer hoe die heette met de drieën. Heroes. Dat Sonic Heroes, inderdaad. Uh, Sonic Generations, de 3D uh, oh. en de tweede uh, 2D en de 3D-stages. Zo zien de Cyber eruit. Ja. Gewoon als vette Sonic Levels. Cartoony, super snel, aan elkaar geschakeld. En dan heb je de open wereld. En dat ziet er ineens uit als een Unreal Engine. En, en de cutscenes zien er ook weer, ja, nou, weer uit. Al, het, het begint dus inderdaad met dat verhaal. Ik vergeleek het al. Maar bedoel, er zijn ik, drie artstels. Ik weet het, het is verschrikkelijk. Ik vergeleek het met de prequels. Het is, iedere keer staan er gewoon twee of drie karakters. staan een soort van dom om elkaar heen te kijken. En die, die houden een dialoogje met elkaar. Dat is op zich altijd nog wel leuk. Ze, ze hebben allemaal heel erg hun eigen karakter. Zoals maar, maar, we dat maar, ken. Weet je een titel van je clipje voor Cyberzone? Cyberzone, waarschijnlijk. <laughs> Dan kunnen we die ook in ja, beeld dat krijgen. Heet er echt wel. Dat zit er echt wel tussen. Maar dat maakt er voor niet uit. Um, wat gebeurt er nou? Op de, je, je landt dus op het eiland en dan is het aan jou steeds, want die drie eiland, eerste drie eilanden zijn dus steeds hetzelfde. Je ontmoet een van je vrienden die een soort van half, uh, ja, een glitchje is, omdat hij dus nog deels in die cyberzone is, maar ook niet. Dus hij zit in een soort van limbo. Of is dat de game? Hm? Ja, dat, ja <laughs> dat is gewoon de hele game. Nee, dat is wel echt uh, omdat hij in limbo is. En vervolgens is het aan jou... Om. Nou, eerst ga je gewoon op pad, want je, je kan op zoek naar memory tokens. Met memory tokens krijg je eigenlijk het verhaal van die karakters. Kijk, ja, kijk, dit is de cyberzone. Ja, kijk, dit ziet uit. er meteen ook ja. super uit. Ja, dit, dit ziet er lijp uit. Ja. Maar deze, deze stages de zijn veel korter dan wat je gewend bent, bijvoorbeeld bij voorgaande Sonic games. Je ja, bent... maar ik heb... Een, ik, ik, kijk, en dat, da daarom wil ik toch wel even naartoe van wat moet je nou in die open wereld doen? Het is eigenlijk in die open wereld ben je... Paden aan het creëren. En dat, dat is waarom mensen vonden die wereld leeg. Maar ik wilde toch wel echt credits aan die game geven. Het is namelijk <laughs> gewoon superleuk. Jij je, je bent van Less is More. Nee, je hebt ruimte wow. nodig. Nee, en nee. het is super leuk om met Sonic gewoon over die vlakte heen te re rennen. En er is gewoon wel echt heel veel te doen. Er zijn niet veel wezens of dingen. Maar er is overal is wel een puzzeltje. En zo speel je die wereld echt wel op een leuke manier open. Waardoor het één grote achtbaan wordt. En je uiteindelijk als een gek door die. Door je hele wereld kan blijven chasen. En dat gevoel van snelheid, dat heb je in die, in die Cyberzones, maar ook gewoon in Classic Level. Dit ziet eruit als een compleet andere game, toch? Dit. Maar dat is het ook. Maar ik, ik, je hebt die open wereld, en af en toe moet je dit soort leveltjes spelen om sleutels te uh, vergaren. En met die sleutels kan je dan weer gems verzamelen. Nou, als je zeven of acht chaos gems hebt. Dan verander je in Supersonic. En dan kan je de strijd aangaan met de Titaan. En dan kan je door naar het volgende eiland. En dat, ja. dat is iedere keer hoe het gaat. Je komt die Titaan ook al na één jam uh, tegen. Die ontsnap je net aan. Vervolgens ga je uh, dus die gems halen. door middel van die Cyberson levels. sleutels te halen. waarmee je weer de, de gem uit de Vault kan halen. Het is een soort ultieme uh, eindig... Het, het klinkt als een slechte pitch. om heel eerlijk te zijn. En uh, de, de, dat is heel erg mijn gevoel bij deze game. Deze game heeft goede ideeën. Uh, en. Aan zich, de cyberzones zelf, die staan redelijk goed op zichzelf. De open wereld staat enigszins ook wel redelijk goed op nee, zichzelf. staat echt goed op zichzelf. Ik heb me daar echt heel erg in vermaakt. Vind jij? Oké, okay, maar <laughs> ik kom je al tegemoet. Hè? Ja, ja. Maar dat, uh, ook uh, al die dingen op zich... Het, het, het is een mengelmoes aan ideeën. Wat niet heel erg goed in elkaar verweven is, om heel eerlijk te zijn. Ja, het voelt Voor mij voelt het niet als het is, een geïntegreerde game. Het is of zo. namelijk. Ik heb, ik, weet je wat het is? Als je gewoon namelijk gewoon lekker in die wereld gaat crossen, dan verzamel je echt ongelooflijk veel. Je bent, eigenlijk ben je in die open vlakte de hele tijd een soort van korte trails aan het vinden. En als je die. Haalt, als je die het einde haalt, dan krijg je weer iets. Dat ja, dat is weet je, meestal. Maar, dat, maar dat is een en, ander type game. Nee, maar doordat je dat gewoon de hele tijd lekker aan het doen bent. Ik ben gewoon lekker aan het rondrennen. En op een gegeven moment denk ik, nou, nu heb ik die puzzeltjes wel gehad. Nu heb ik genoeg gevochten. Want daar komen we dadelijk ook nog terug. Er zit ook echt een hele hoop comments in die game. Ja. Niet per se uh, het sterkste punt, maar goed. Um, en als je dat eenmaal een tijdje hebt gedaan, dan kan je, oh, ik kan nu gewoon weer verder met het verhaal. En dan ren je ernaar weer. Als je echt de hele tijd verhaal, verhaal, verhaal. dan loop je echt van kut zien naar kut zien. En dan red je het ook niet. Want dan voelt het op een gegeven moment alsof je echt naar bepaalde plekken toe moet. Maar als je gewoon lekker door die wereld gaat rennen. dan is er echt genoeg. Ja, wat deze zijn... game nodig heeft. is meer lege vlaktes met niks. Er is niet niks. Er is echt ontzettend veel te doen. Je hebt vet veel puzzeltjes. Je hebt superveel. ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. trails of zo. Waar je gewoon. Dus je ja, ja, ja. Hebt eigenlijk heel veel kleine leveltjes in dat grote leveltje. Als je die haalt. dat is ook wel weer vet. Als je die challenges haalt. Dan sluiten die steeds meer op elkaar aan, waardoor je steeds makkelijker je weg over die gigantische vlakte hebt. Dat is ook wel het verhaal dat het leeg is. Dat is natuurlijk een beetje. Ja, achteraf hebben ze dat natuurlijk. <laughs> Iedereen is. Ik ben blij dat je, dat je de nee, dat nee, dat dat slag ook praat. wel dat je, Maar goed. <laughs> Dat snap ik. Dat, 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 maar je hebt... Dat, en dat is wel mijn punt. Ik vind het heel leuk. Ik vind Sonic gewoon fucking goed besturen. Je hebt R2, je hebt je boost. Dat is leuk erheen. Dat werkt goed, ja. Je hebt de cycloop, de, de heet het volgens mij. Nee, maar daarom zeg ik van al die ideeën aan zich... Die werken op zich wel goed. Ik vind, kijk, Sonic heeft zelfs een fucking skill tree. Want bij, bij iedere varen die verslaat, uh, verzamel je ook weer currency. Dik kan hem mee ombouwen. En Ja, uh, hier, hier zien we ze trouwens. Een van de eerste die je uh, die, uh, die vrij speelt is bijvoorbeeld Cycloop. En dat zorgt wel echt voor leuke gameplay elementen. waarbij je uh, bijvoorbeeld bepaalde puzzels kan oplossen. of juist uh, een baas kan verslaan. Uh, want de Guardians die op een gegeven moment. dan zul je al die skills ook absoluut nodig hebben. om, om die te verslaan. Ja, ik moet daar wel bij zeggen. Uh, ten eerste, ik had mijn skill tree aan het einde van eiland 1 praktisch vol zitten. op, ik denk een stuk of twee, drie dingen na. Dus ik ben ook wel echt vol in dat eerste eiland meteen gedoken. Die heb ik echt uh, ver uit het verste, mm -hmm. echt alles proberen te verzamelen. Um, en wat het, uiteind waar het uiteindelijk wel op neerkomt, is dat je combo toch wel vierkantje, vierkantje, vierkantje is. Ja. Gevolgd door, uiteindelijk dus, als je alles hebt vrijgespeeld, welke knop dan ook. En wat ik echt. Maar, maar, dat, dat, is zwak... maar dat is dus mijn punt. Van al die dingen zijn best wel leuk. Maar het combineert uiteindelijk. In niks. Maar je van, kan uh, het heel niet... leuk spelen. Ja, maar dus het had gewoon meer tijd nodig gehad... om daar vettere ideeën voor te bedenken... om je ook echt uit te dagen om die verschillende shit te gebruiken. Nou, ik denk dat het uh, een gebrek, uh, het komt niet voor. gebrek aan vertrouwen in kids is. Want er is ook een van de uh, vrij snelle skill die je kan vrijspelen... dat heb ik expres niet gedaan, is autocombo. Dus dan hoef je helemaal niet meer na te denken nee. over wat die knop daarna is. En goed, en dat, dat is nog een probleem. Ik, ik heb in de preview gezegd dat ik echt best wel te spreken was over de combat... En ik wil niet uh, nog een probleem zeggen... omdat ik uh, net zo negatief was als jij zijn, want ik kom zo weer bij al het pracht... wat deze game te bieden heeft, maar... Um, ik een zie van de, de actie hier ook de hele tijd. Ja, oké, okay, maar <laughs> ja, dat is, het is... Dat, het, kijk, dat is natuurlijk ook waarom... Sonic naar 3D sowieso lastig is. Het is heel moeilijk om die snelheid... Uh, een plek te geven. En daarom vind ik die open grote zone juist vet... want dat geeft plek aan die snelheid. Maar waar ik over wilde uh, hebben is... Uh, de combat. Je hebt dus een parry move ook. Dat betekent dat je kan blokken en... Um, in het begin, toen ik de preview aan het spelen was... heb ik eigenlijk altijd de gedachte gehad dat het getimed moest worden. En ik ben er tijdens het spelen achtergekomen dat je gewoon ingedrukt kan ja. houden. En het werkt werkelijk waar tegen alles. Of iemand nou met een zwaard van 800 meter op je nek komt uh, slaan... of iemand tegen je aanblaast, je kan het parryen. Er zijn wel uh, ook weer skill dingen bij, want je kan de, de, de coco of de como's... Maar, maar net zoals de artel, ze kunnen dus geen keuze maken. Van, van Wat is het nou? Is dit, is dit een Breath of the Wild, waarin je... Los kan gaan. En zelf moet ontdekken hoe je al die skills die je gaat verzamelen. Het beste tot uiting kan brengen. Of moet het simpel gemaakt worden. En ze maken geen keuze. Ze doen allebei maar. En ze doen hier. Realistische graphics, cyberzone. Zonne graphics weer, weet je wel. Cutscenes. Ik weet niet wat ze daar dachten of wat ze daar hadden gesmokt. Ja, en ik. Klinkt misschien heel negatief. En het is absoluut niet de slechtste Sonic game van de afgelopen jaren. En zeker nog, dat ik denk de beste dat er heel jaren. Sonic Mania, die is echt een paar jaar geleden gekomen. 3D. Uitgekomen. Sorry. Ja, maar nu, nu ja. leggen we de lat heel laag. <laughs> Kijk, en de, dat, dat is het ding: van Sonic is zo'n fucking insane vet character. En ik zie in alles wat ze hier probeerden Sonic Frontiers. En het is ook volledig verkeerd hoe, uh, hoe dat uiteindelijk is aangekondigd en hoe dat uh, aan de man is gekomen, de, de eerste onthulling. Er zijn vette ideeën, maar om heel eerlijk te zijn, het voelt alsof ze zoiets hebben van: ja, je kunnen we net genoeg een game voor uitbrengen, dus breng hem uit. En heel eerlijk, ik heb zoiets van: wauw, er is nog zoveel mis met deze game. Dit heeft minimaal een jaar, misschien nog twee jaar nodig. En als je dat had gedaan, dan had je echt een kwalitatief goede titel kunnen maken. Zeker, maar, maar ja, ik, ik, ik wil het toch wel bekijken voor wat het wel is. En zeker als je het dus hebt over 3D Sonic. Ja, he, he, hebben ze in mijn ogen eindelijk gezien wat het moet zijn. Sterker nog, ik heb op, een gegeven, op het begin was ik namelijk dacht ik, oh vet die Cybersoul levels, lekker classic Sonic, leuk, vermaakte ik me eigenlijk misschien nog wat het meest mee. Dat kwam ik ook, ik ook ja. vanuit Hawaii het meest. En op een gegeven moment merkte ik in mijn laatste, in het derde eiland, dat ik eigenlijk veel liever in die grote open wereld aan het vertoeven was. Daar alles, ja, alle volgens paardjes. Mij zei het, uh, volgens mij zei hij het offscreen, weet ik niet zeker, maar volgens mij zei dat het je een beetje een Tony Hawk gevoel geeft. Nee, dat Hoek. heb ik niet gezegd, maar wel, oh. wel, wel, wel goed. Dat dan was ik dat mijn eigen idee. <laughs> ja, dan... <laughs> ik zou willen dat ik het zeg. jij dat zei. Nee, maar. ik had uh, spider Spiderman gevoel, zei ik. Het heeft voor mij een beetje... Ook oh, ik hetzelfde. vind het meer aan Tony Hawk. wat, wat Spiderman, weet je, uh, dat is meer gewoon het gevoel van ja. slingeren. En hier heb ik meer, zeker na, nadat je op een gegeven moment meer skills vrij speelt en dergelijke, uh, zijn de opties om je voor te bewegen in die open wereld. Uh, zijn een stuk uitgebreider. En dan is het, voelt het juist als een skill om al die dingen aan elkaar te rijgen. Ja. En op het begin kan dat letterlijk niet, omdat je er gewoon nog niet alle skills hebt vrijgespeeld. En dan vind ik het ook niet heel goed werken, uh, dit allemaal. Kijk, hier probeer je dan, uh, alles ja. aan elkaar te rijgen. Nou, hier kan ik dan nog niet. Maar later komt dat vanzelf wel. En, um, en, en dan, dat, dat voelt heel nice. Alleen, ja, er is ook niet per se echt een heel vet doel daarvoor ofzo. Nou ja, uiteindelijk moet je alle, alle gems dus hebben en dan verander je in supersonic. En dan, dat is ook wel een dingetje, dan krijg je dus een gevecht met, met een titaan. Elk eiland heeft zijn eigen titaan. Dat uh, zetten ze op. Best wel, dus hij heeft de, 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 de titaan heeft de laatste gem op zijn kop. Dus je moet nog één gem zien te krijgen, die zit op het hoofd van de titaan. En dan word je supersonic. Nou, dat geeft, dit, nou dit is geen titaan, eh, jawel, dit is wel een titaan. Nou, dat geeft dus een soort van Shadow of the Colossus gevoel. Maar ja. uiteindelijk stelt het niet zoveel voor. Je klimt er vrij makkelijk op, of het is een quick time event. En wat er dan gebeurt is dat je super bent, en dus niet dood kan. Maar wat er wel is, is dat er een timer gaat lopen. En de timer is gebaseerd op je uh, ringen. Dus heb je 400 ringen, heb je nou, dat zijn niet letterlijk secondes, maar heb je in theorie 400 seconden. Etcetera. Die ringen kan je dus ook weer. Je kan je ringcapaciteit daarom ook verhogen. Want eerst had ik geen idee waarom ik dat zou willen. Want dan was ik langer bezig om al mijn held te krijgen. Maar de, daarom kan je dus die ringcapaciteit verhogen door kokos te vinden. Er is echt genoeg te vinden in deze wereld. Ik hou ook van verzamelen. Dus dat is ook vet. En dan verander je dus in supersonic. En dan heb je eigenlijk, dat is ook jammer. Iedere keer een veredeld quicktime gevecht. Event gevecht met die titaan. Die versla je. Je vliegt naar het volgende eiland. Je wordt uit de lucht geschoten. En dan begin je weer opnieuw. En we moeten het ook even hebben over de, de, de fucking blatant Zelda Breath of the Wild rip-off. Wat betreft muziek. Mm. Dit soort gekke shrines. Ja. De kleurtjes. De, de day-and-night cyclus. Waarbij vijanden terugkomen na een bepaald aantal dagen. Ook dat gekke mannetje. Die kwam die letterlijk kokos. vanuit Zelda. Ja, het, je hebt inderdaad een soort van. Dat, dat, en het lijkt deed me ook heel erg denken aan de rots van uh, Kina. Kena. Oh, nee, ja, ja, ja. want ze, ze gaan ook om je heen staan als je even stil staat nee dan. ik bedoel ik bedoel niet die maar de, dat is ook inderdaad een, een goede. Ik, ik bedoel die die met dat ene oog zo. oh ja 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 maar, maar dan nog dat had ik liever want ik, ik vind het bijvoorbeeld ik vind het vijand design ik vind het best wel vet alleen het past niet bij wat ik ik wil gewoon die simpele cartoony Sonic wereld veel liever. Ik vind het wel een vet design, maar niet nee, voor ja, Sonic. Het, nee, maar zeker. En maar, maar dat 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 is ja, ik ga heel erg in in herhaling vallen, maar dat dat ze, ku ze kunnen die shit niet goed met elkaar integreren ofzo. Het het is een aaneenstapeling van ideeën zonder dat het goed geldt naar mijn mening. En en, en ja, dit ook. Dit had gruwelijk vet kunnen zijn trouwens die 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 die, die titanengevechten, maar het stelt eigenlijk allemaal niet zo heel veel voor. En dat is waar ik Nintendo gewoon zoveel meer vind shine. Want ik denk dat we dit gewoon met Nintendo games moeten gaan vergelijken qua platforming-actie. Mm -hmm. Van ja, er is beter over nagedacht. Weet je wel, van hoe, hoe, hoe de, de enemies bewegen. Wat je daarvoor moet doen. En hier is het af en toe ook hoor. Ja. Want wat je hebt hier ook wel, een, uh, wel eens een enemy, uh, een, een, een baas. die allemaal hekken om je heen zet. en daar moet je op een gegeven moment tussendoor gesluit. Ja. Kijk, de, 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 dat de, voelt als een Nintendo. Sumo. Ja, maar dat voelt als een Nintendo gameplay ding. En dan denk je gelijk, oh ja, dit is vet, dit werkt goed. En de helft van de tijd heb je zoiets van, ah, dit werkt niet zo goed. Weet je wel, ja, het is cool, maar het werkt niet zo goed. En, en, en dat is, denk ik, polish zit daar gewoon bij. En ja, gewoon, gewoon meer ontwikkelingstijd. Ja, 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 ja. Ik, ik, ik snap wat je zegt. Alleen tegelijkertijd geeft dit wat je hier ziet. En dit, dit is dan een redelijk, uh, dit is een set uh, action piece. Maar zo voelt voor mij ook überhaupt wel een beetje door die wereld rennen. Dat geeft mij zoveel voldoening. Dat geeft mij zoveel mogelijkheden om shit te verzamelen. Je, kan, je hebt los van... als je hebt die coco om je shit te levelen. Je hebt ook nog paarse munten. Dan kan je gaan vissen met uh, Big. Dan kan je zin in hebben. En ja, nou, er ja. nou, zijn veel mensen van dat Big is te echt een, Ja, dat, dat is wel. Maar het is echt een minigame. Dat je ook denkt van... Waar zijn we in? Bel maar het heeft, wel ook, het heeft ook wel iets Japans. Het heeft iets sega -ags. Ja, ik, 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 ik vind dat je te veel met, met, met de mantel der liefde aan de, aan de bedekken bent. Omdat Want, ik er echt... Uh, een, Super tijd mee heb gehad dit weekend. En dat meen ik oprecht. Ik was helemaal. Ik was gewoon best wel. Ik had een stressvolle periode gehad. <laughs> en ik was gewoon best wel lekker zen in die wereld rond en rennen. Er was genoeg te doen. Als je het één niet wil doen, dan ga je wel het andere doen. En Sonic, nogmaals, Sonic speelt gewoon super lekker. Het is super chill om met die boostknop gewoon door dat landschap te fladderen. Ja, dat ben ik mee eens. Um, ja, dit, hier kan je dus je, je, je levels en shit omhoog. Ik, ik, ik vond het ook wel. Het heeft heel de shit. Ik zei het ook tegen jou aan het einde van het Derde Eiland. Nou, dan ben je echt al wel hard je best aan het doen om gewoon echt te levelen. Heb je ook echt al wel eens wat uitdagingen gehad? Het wordt nooit extreem moeilijk. Maar af en toe zijn er echt wel fijner dat je even twee seconden langer moet nadenken dan bij de anderen. En dan is ineens, moet ik, ben ik ineens een pinball game aan het spelen om een deur open te maken waarbij ik per se 5 miljoen punten moet halen. Maar, de, maar dat, kijk, dat vind ik leuk bedacht. Ja. Maar. Dat ja. is weird. En, het, maar het, en ik, vind het, ook, ik vond het op dat moment ook kut, omdat het midden in de nacht was. Maar het heeft Hier ook. Ja, heb je. Hem. Iets, ja, daar, daar <laughs> ben je ineens? Maar het is ook volgens mij, en uh, correct me if I'm wrong, is pinball uiteindelijk best wel gebaseerd op geluk ook. Ik bedoel, de kans dat hij eenmaal door dat ga gaatje ja, valt. Ik zeggen zeg alleen mensen die niet kunnen pinballen. <laughs> ja, nou. <laughs> Dat ben ik dan. Maar ik bedoel, het voelde volgens mij... Kijk, hier kan je toch niks aan doen dat hij daar eruit Nee, uitpakt? Maar ik, 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 vind, ik vind het ook wel heel erg uh, Sonic om, om uiteraard uh, iets met pinball te doen. Want ja, weet je, we hebben al zoveel Sonic-spinball-games gehad. Ja, maar uh... tuurlijk, het is een leuk ding. Maar als een soort van... Het was letterlijk net de opdracht die je moest voltooien voor de baas van nee, het derde hey, eiland. Hey, doet. Ik, ik, ik ben al de hele tijd van mening van leuke ideeën, maar de uitwerking die, die kan een stuk beter. En ik had nog een vraag. Waarom de fuck klinkt fucking Sonic als een oude Fucking dude, omdat hij nu volwassen en cool is geworden. Ja, ja nee, nee, <laughs> ik vond. De, ja, weet ik veel. Moet je niet? Heb je hem niet in Japans gespeeld? Nee, nee. nee ja, ja, dat doe Engels. ik altijd. Vind ik net even wat lekkerder. Ik heb nog nooit uh, Sonic in Japans gehoord. Ik misschien ook wel. Niet doen, uh. Nee, maar goed. Uh, <laughs> ja, ik, ja, ik vind het jam. Ik vind het jammer dat je er geen plezier in hebt gehad. Want ik vind je. Ben je ja. dan? Ben je dit met me eens? Zou je niet de volgende Sonic dit wel echt gewoon? Wat heb je dan liever? Je... Oké, okay, tuurlijk, je hebt liever 2D waarschijnlijk, maar de volgende 3D Sonic. Ben je het dan met me eens? Nee, ik, ik, dat ik, ik open hoop dat het zonne-gedeelte echt een improvement is voor alles wat ze tot nu toe in 3D hebben geprobeerd. Ik vind dit een goede basis. Ja. Wat oprecht. Um, ik ben helemaal niet zo negatief als dat je de hele tijd probeert uh, voort te springen. Nou, je hebt al de hele middag tegen mij gezegd dat het zo'n pijniging ja, was of, dit weekend. Op camera heb ik dat allemaal gezegd, joh. Nee, maar hoe het oprecht, oprecht, deze game. Um, ja, hoe, hoe zeg ik dat op, op, de, op deze manier? Maar deze game viel me alleszins mee. Zeg maar, uh, alles wat ik ervan mee had gekregen, van de trailers, de uitleg, was ik er niet enthousiast over. Ja. Um, toen ik de game startte, wauw, dat was wel heel hele inderdaad. Maar op een gegeven moment, wanneer je in de gameplay loop komt van die open wereld, heb je wel zoiets van, ja, hier zit wel wat. Ja. Hier, hier, hier zit wel wat. Maar... Ja, het is er nog niet. Ja, ja, dat is heel gek. En misschien krijg je het ook nog, dat je morgenmiddag ineens denkt... Want ik had, ik had hetzelfde ook toen ik, ik... We hebben natuurlijk in Hawaii, dan heb je een best wel lange sessie. We hebben toen zeven uur achter elkaar die game moeten spelen. Ja. Toen werden we ook steeds... Met een pistool op je hoofd. <laughs> ja. Door mijn vrienden van Sega. Uh, dan dan werd je ook de hele tijd um, werden we naar het volgende eiland gebracht. Dus toen dacht ik ook van, oké, okay, dit is wel gewoon drie keer hetzelfde. En natuurlijk, het is een andere wereld, dus je kan weer meer ontdekken. Maar het is gewoon best wel... Repetitief, en toen dacht ik ook: van ja, oké, okay, wat, wat vind ik dit nou? Ik vond het vet, ik heb ik vind het idee vet. Ik vind die open wereld vet, maar het is wel een beetje repetitief. Het is een beetje veel van hetzelfde, net zoals dat ik dat nu al drie keer heb gezegd. En het gekke was: diezelfde avond lag ik in mijn bedje in Hawaii, had ik zin om die game weer te spelen, om gewoon lekker te gaan rondbanjeren. Ja, ik in wil ook desert. een Sonic game, kijk, en dat is het ding van: de, ik wil juist graag een 3D Sonic game, um, omdat ik weet 2D. Die shit hebben ze on-lockdown. En, en sterker nog, eigenlijk de fans hebben het meer on-lockdown. Want Sonic Mania is begonnen als een fanproject. Ja. En dat is wat mij betreft de beste Sonic game tot nu toe. Uh, maar ik heb me vroeger echt heel erg vermaakt met, met de Sonic Adventure games. En oprecht, wanneer je er objectief naar kijkt, dan, 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 dan zijn het geen parels of wat dan ook. Maar het stak altijd wel goed in elkaar. En het was simpel van opzet. En, en, en dit probeert... In, in zoveel dingen heel veel meer te doen, en in zoveel ambitieus. dingen ja, het is ambitieus, maar het sterft in zijn fucking ambities, en, en en dat vind ik zo zonde want het is voor mij daardoor niet een complete. Het voelt voor mij ook niet echt als een sonic game aan op die manier. En ik heb echt zoiets van: oké, okay, coole ideeën hier, een goede basis om misschien een nieuwe 3D Sonic uh, voor de toekomst te bedenken, want ik zie hier wel hel in. Maar dit, 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 dit moet zoveel beter uitgewerkt nog worden. En ja, ik ben bang. Omdat het nu deze, op deze manier is uitgebracht. Ik denk dat de, dat de reviews all over the place gaan zijn. Ik denk dat, dat, dat mensen dit een 5 gaan geven. En ik denk dat mensen. Ja, dat vind ik uh, echt onterecht. Een 8 ja, gaan geven misschien. Dus een 5 en 8. En daar alles tussenin gaan ze dat geven. En ja, de, om heel eerlijk te zijn. Voor een van de allergrootste mascottes. Van, van videogames mag je gewoon meer verwachten. En ja, dat is het niet. Maar, maar, het voelt maar, voor mij als een derde rangs uh, platform game. En je, kijk, je had er elk ander character neer kunnen zetten dan Sonic en het was beter geweest misschien nog. Ja, maar ik, ik, ik heb wel zoiets van, voor mij heeft Sonic in 3D nog, de, de beste Sonic 3D games zijn voor mij alsnog redelijk veredelde 2D games, weet je, wel? Die, doen, die doen een beetje wat en wat ik vet vind, hoor. Dat doet ja, wat, wat ja, ja, Crash ja. Bandicoot bijvoorbeeld ook doet. Dat is ja, wel ja. de diepte e, in is. Maar en, de, dat is, dat zijn de stages van Sonic ja. Adventure ook wel. Ja, ja, en maar en ik wil niet dat um, Sonic een soort van Mario doet, weet je wel? Dat hij gewoon, dat het iedere keer iets compleet anders is. Het probleem is Sonic is fucking snel en dat is super lastig in 3D. En wat mij betreft, en dat en we eigenlijk zijn we het best wel met elkaar eens, hoor. Ik vind het, ik vind het de blauwdruk. Voor wat Zondek moet zijn. Van mij mogen ze echt dit pad nu kiezen. Ik vind dat dit goed werkt in 3D. Die grote wereld, veel ruimte. Misschien mogen die, die puzzels dan leuker worden. Mag het wat levendiger worden, weet je wel. De vijanden die wat meer passen bij het steltje. Een gewoon mooiere game. Ronduit mooiere game. Ja. Alleen, ja, voor mij is het wel zo dat ik al in die achtercategorie ben gevallen. Als ik het heb over gewoon puur hoe erg ik me ermee vermaakt heb. Want ik heb ook inderdaad genoeg. Er valt genoeg op aan te merken. Maar voor mij is dit de eerste keer dat ik echt. In nou, hele lange tijd me zo vermaakt met Sonic in 3D. En voor mij is het ook echt de plek waar Sonic, wat mij betreft, heen moet in 3D. Het ja. werkt. Nou, nah, vind ik niet. Ja, ik, ik vind het niet werken, maar ik vind het, ik vind het wel uh, potentie hebben. Um, ja. Ik zou ook niet zo 1 die 3 weten wat ik hier verder nog aan toe moet voegen. Want het voelt alsof ik in herhaling begin te vallen. Ja, ik vond het werkt een mooie conclusie. Ja, maar dat is niet een hele hoge lat die we, die we dan leggen. Kijk, het kijk, ding is, het, het doet mij gewoon ook heel veel pijn. Want Sonic is gewoon zo'n fucking legende. En dat is hij al jaren niet meer. En iedere keer als je denkt van, oh, dat, ik begin op het punt dat ik kom, hou me op, laat me zitten. Ik had dat punt al bereikt. En daarom heeft dit me zo verrast. Ja, het heeft me ook verrast in de positieve zin. Ook al zou je dat misschien niet zo 1, 2, 3 zeggen, maar. Ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat de prachtige laatste woorden zijn om deze review mee af te sluiten.